Als verrassing van René kreeg ik gewoon 10 diamonds. Of voor het werk, weet ik hoe ik het moet noemen. 1, 2, 3, 4. Hoppakee. Nou, dat ziet er toch leuk uit, jongens. Dan kom je hier gewoon in de diamond hall. Imagine dat elke armor stand die hier staat, zijn er 3 diamond armor op zich hebben. De Rickrufter, hij is ook net eruit. Eindelijk. Hey, hallo en welkom. Leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag beginnen we zonder facecam. Ik liep door mijn prachtige kasteeltje, jongens. En ik dacht, ik heb zo ontzettend veel zin om een beetje aan het interieur te werken. Dus ik denk, laat ik mijn opnames aanzetten en even gaan bouwen. Maar ik dacht, ja, dan moet ik voor 2 seconden mijn facecam klaarzetten. Mijn belichting regelen. Dus jullie zien mij zo meteen maar. Ik ga eerst even lekker bouwen. Deze hal, deze gangen. Misschien dat ik andere kamers al een beetje opvul. Ik ben van plan om van alles te doen. Want dan is het gewoon even wat leuker en gezelliger hier binnen. Dus, het is tijd voor een makeover. Dan zie ik jullie zo en jullie mij zo met facecam en al. Tot straks. Nou, daar ben ik dan. Deze keer met facecam en al. Voor mij is het inmiddels echt iets van 3-4 uur later, maar voor jullie nog niet eens een minuut. Er is van alles gebeurd. Ik ga het gewoon gelijk jullie laten zien. Geen zin om het een beetje uit te stellen of zo. Je komt binnen met een mooi rood tapijt dat alle kanten op gaat. Hier rechts heb je een klein kamertje met een ruimtetje daarboven. Niet heel bijzonder. En hier de grote hal, jongens, moeten jullie zien. Ik ben er echt serieus heel blij mee. Het is zo een stuk gezelliger. En maak je geen zorgen dat je denkt, nee, Max, je hebt gebouwd, maar nu hebben we alles gemist. Ik heb alleen details. Ik heb nog geen nuttige dingen gebouwd. Alles wat je ziet is puur decoratie. Als je hier nu rechts gaat, dan kom je in dit kamertje hier en dat is eigenlijk gewoon de escape route. Dan kom je buiten en je kan niet meer terug naar binnen, dus het is wel veilig. Het is niet dat je dan verschillende ingangen en uitgangen hebt, waardoor mensen allemaal je kasteel in kunnen. Dan hier links gelijk, als je binnenkomt, kom je in een lange gang terecht waar ik nieuwe armor stands heb geplaatst. Net zoals hier, dit heeft me best wel wat ijzer gekost. Dit heeft me best wel wat goud gekost. Maar, het wordt nog erger. Ik wil hier diamond hebben. Ik wil hier 3 diamonds. Het gaat zo onnodig veel diamonds kosten om hier 3 diamond setjes neer te zetten, maar ik wil het heel graag. Hier wil ik een leuk boek neerzetten, weet alleen nog niet welke. Dan heb je hier een prachtige kamer met ook een bovenkantje, waardoor je uit de ramen kan kijken. Verder is er niet zoveel te doen nog hier, dus ik moet nog indelingen maken. Nou, dat kennen jullie al. And that's it. Het heeft best wel veel tijd gekost. Ik heb ook tussendoor even avond gegeten, vandaar dat het 3 uur verder is voor mij. Het is niet alsof dit daadwerkelijk 3 uur heeft gekost met bouwen, want zoveel werk was het nou ook weer niet. Ik wil een paar dingen nog veranderen, zoals ik wil daar kaarsen hebben, niet toortjes, maar echt van die kaarsen. Maar daar heb ik honeycombs voor nodig. Oftewel van die bijentroep, weet je. Maar ik vond het voor nu alweer even mooi met het bouwen aan het kasteel. Misschien dat later deze episode nog verder gaat. Maar ik wil gewoon nog meer dingetjes doen. Zoals, ik wil even opnieuw mijn tools upgraden. En er moet nog mending op mijn brandbreker 2.0. En volgens Kingdom Forden is de winkel bij hem bijgevuld. Dus daar gaan we dan gelijk eventjes heen om te koekeloeren. Maar voordat we erheen gaan, jongens. Mijn kerstboom staat nog. Hij staat niet aan. Hij staat er gewoon. De lichtjes staan uit. Voor elke 100 likes op deze video is 1 dag extra voor die boom. Oké? Dus dat ze zeggen 200 likes en 2 dagen. Dagen. 3000 likes. 30 dagen. 30 dagen extra met die boom in mijn kamer. Ik haal hem dan 30 dagen lang niet weg, hè? 100 likes is 1 dag extra. Hoe lang kunnen wij mijn boom laten staan? Kijk, aangekomen op het prachtige winkeleiland, jongens. En hé, daar is iets veranderd. Er wordt hier nu nog meer slijmballs verkocht. Maar de winkel ziet er gewoon wat anders uit. Maar daar komen we niet voor. Wij komen natuurlijk voor Kingdom Forden, hun winkeltje. Oh, dat zijn veel boeken. Silk Touch, Feather Falling, Mending, Protection, Flame, Thorns, Infinity, Channel. Oh, jongens. En hoe duur is dat dan allemaal? Oké, ik ga eens even kijken wat ik nodig heb. Oké, wat ik nodig zou hebben zou Thorns 3, Feather Falling 4 volgens mij, Knockback 2 en Mending. Dat zou mij kosten 20 diamonds zou mij dit kosten. 20 diamonds. En dan zit er nog niet eens het boekje tussen waar ik eigenlijk voor kom. En dat is Fortune 3. Die wil ik ook heel graag, maar die zit er gewoon niet meer tussen. Nou, in ieder geval 20 diamonds. Ik ga even kijken of ik dit kan betalen. Heb ik 20 diamonds? Oh, joh. En hebben we nog over ook. Nou, moet je zien, jongens. 20 diamonds, dat kunnen we makkelijk betalen. Dit is de kas, hè? Ja, laat hieronder uw betaling achter. Kom maar langs bij Forden, zegt hij. Oeh, kom maar aan. Ik mag langs Forden en dan mag ik daar even de goede fortune halen. Dat kost 8 diamonds. Nou, dan ben ik wel bijna weer blut. Dan heb ik nog maar 5 diamonds. Nee. Laat ik in ieder geval deze vermende chest doen, dus dan zijn ze veilig. En nu naar Kingdom Forden. Goeiedag, koning Bram. Ik sta hier in jullie goede villagerruimte. En ik kom met 8 diamonds. Waar de fuck is de Fortune 3? Hier is de Fortune 3. Ik zal hem wel even kopen. Of nee, heb jij het al? Ik heb alles hier al. Rustig aan, fucking Rick. Ik ben hiermee bezig. Ik heb hier 8 diamonds. Ongelofelijke maagd, jongen. Ik heb ze. Oké. Olaf heeft ze. Mag ik de Fortune 3, Rick? Nee. Mijn bestelling.
Uitmunt. Oké, doei. Kijk, en zo keren wij lekker terug bij onze basis, jongens. Met het boekje dat we nodig hadden. Ik heb eigenlijk helemaal niet gecheckt. Met het boekje dat we nodig hadden na het checken. Niemand laat ooit iets achter in mijn brievenbus. Daar word ik heel verdrietig van. Niemand wil mij ooit een keer een brief achterlaten. Alright, wat is het meest belangrijk om eerst op, weet ik wat, te zetten? Ik denk mijn pickaxe eerst. Ook al heb ik maar 2 levels. Oh, ik krijg mijn ding er niet op. Fortune dan? Nee, dat krijg ik er ook niet op. Ik heb gewoon geen levels meer. Ik ben echt zo scared. Ik heb geen levels, dus dat moeten we gaan regelen. Maar laten we eerst even naar René gaan. Die wilde wat hout van me kopen, dus ik neem 1,5 stack mee. En dan ga ik daar gelijk even haar daken fixen. Want ik heb een paar episodes geleden kreeg ik een kistje van haar met daar een berichtje bij. Dus dat, dan gaan we gelijk even heen. Want dat is eigenlijk al een beetje een tijdje geleden. Had ik al veel eerder moeten doen. Kijk, we zijn er weer hoor. Bij de draak van René in de jungle. Wat blijft de jungle een leuke plek om te zijn. Hey, hallo. Kijk eens. Bezorgingdienst, muikers op luikers. Kan je gelijk beginnen aan het dak. Ja, ik ga je dak maken. Alright, ik heb het eerste dakje gemaakt. Ik ben er wel blij mee. Ik hoop er nee ook. Ze wilde een iets meer puntdakje, dus dat heb ik dan ook gedaan. Daar staan namelijk allemaal wat plattere daken. En het lijkt wel een beetje op een soort paddenstoelendakje. Als ik het zo zie, zoals nu. Maar ik denk dat het wel leuk is. Het heeft wel wat. Misschien is het nog niet helemaal compleet, omdat er nog niet echt wat leaves op zitten of aan hangen. En weet ik van wat allemaal. Dat moet natuurlijk ook nog gedaan worden. Dus als ik dat nou ook gewoon nog eens even doe, zoals dit. En misschien hier ook nog even een chonky. Zo, ik denk dat dit dan al helemaal leuk is. Dan ga je het hier doorheen zien. Maar dan kan je het juist leuk zo doen. Alsof het helemaal naar binnen is gaan groeien, zo. Ja, dit is leuk. Trapdoors hier bij de ingang. Altijd nice. En misschien hier een trapdoortje en daar een trapdoortje. Ja, dat is leuk. Dat is gezellig. Ik denk dat het net alleen even iets te breed is of zo. Dus als ik dit nou weghaal, dit van maak en dan zo doe. Ja, dat ziet er leuker uit. Dat is beter. En misschien mist er nog een beetje de punt. Dat hier net niet iets, net niet. Niet de punten genoeg is. Dus dat zou dit betekenen. Dat hij meer zoals nu dit moet gaan doen. En dan daar wellicht zelfs nog een fence op. Maar die heb ik alleen niet bij me. Ja, nu is het wel helemaal puntig. En ze zei, ik wil echt best wel een puntdak. En dat heeft ze nu gekregen. Ze heeft echt een puntdak nu. Weet je, als ik dit zo doe, moet ik eigenlijk een bouwbedrijf opstarten. Dat kan ik misschien ook wel doen. Laat nu in de reacties weten, moet ik een bouwbedrijf starten? Dan maak ik gewoon op het winkeleiland een klein winkeltje waar mensen boekjes achter kunnen laten met hun idee en wat ze willen en weet ik voor wat. En dan maak ik daar de prijs voor en dan kunnen we elkaar gaan overleggen of het daadwerkelijk gewoon iets is om te doen voor mij. Zo, ik kom moeilijk uit mijn woorden deze aflevering, merk ik de hele tijd al. Praten is iets moeilijks. Oh, en wacht eens even, ik snap al een beetje wat mist. Het is dit allemaal hier. Deze meuk. De randjes missen gewoon waar je, zeg maar, waardoor je kan staan hier. Waardoor je er niet uit kan lopen. Ja. Jongens, ik denk echt dat ik een bouwbedrijf ga starten. Ik vind het gewoon oprecht ook leuk om te doen. Lekker een beetje andermans dingen bouwen. Een beetje even weg af en toe van mijn eigen projectje. Het is niet alsof ik de beste bouwer in de wereld ben, maar ik vind het wel leuk om te doen. Nou, daar hebben we Rini. Ja, dit is een puntdak. Dat wilde je deze keer, hè? Ja, dit is ja. Precies wat ik wil. Ik heb hem, daar was het zoveel moeilijker. Hier heb ik hem gewoon iets symmetrischer gemaakt, waardoor ik daadwerkelijk een soort puntdakje erop kon doen. Nou, de fantasietorentjes zijn af hoor, jongens. Ik heb ze allebei gemaakt en als verrassing van René kreeg ik gewoon 10 diamonds voor de baan. Of voor het werk, weet ik hoe ik het moet noemen. Nou, daar ben ik oprecht heel blij mee. Ik neem wel al mijn tools mee. Het is tenslotte mijn eigen gereedschap, hè. Alles wat ik over heb, neem ik ook mee. Ja, het ziet er wel leuk uit. Het zijn 2 leuke kleine torentjes bovenop het gebouw. Wat ze erin wil doen, moet ze zelf weten. Ik heb in ieder geval mijn product geleverd. En die 10 diamonds die komen echt goed van pas, jongens. Want ik was gewoon bijna blut. En nu heb ik weer 15 diamonds. Hey, laten we dit... Oeh, dat setje kunnen we op een armor stand zetten in mijn kasteel. Laten we snel teruggaan. Kijk, deze. 1, 2, 3, 4. Dat is precies wat ik zei. En ik heb natuurlijk al best wel wat diamonds. Dus... 1, 2, 3, 4. Hoppakee. Nou, dat ziet er toch leuk uit, jongens. Dan kom je hier gewoon in de diamond hall. Imagine dat elke armor stand die hier staat, zijn er 3 diamond armor op zich hebben. Maar nu, ik heb XP nodig, want ik moet al die boekjes die ik gekocht heb natuurlijk op mijn items zetten. Laten we eerst even snel slapen hierboven. En als we dat gedaan hebben, gaan we even, denk ik, de Nether in om quartz te zoeken en dat allemaal te gaan hakken voor XP. En daarna alle boekjes op de items zetten. Oeh, wacht. Wacht, ik heb een idee. Laten we gelijk ook gewoon voor Netherite gaan minen. Kunnen we alles weer upgraden? Waarom ga ik dan slapen? Ik ga naar de Nether. Wat maakt het uit? En dan nemen we ook mijn mending mee. Even kijken. Mending, hatsenflats. En mijn Fortune 3 boekje. Ik denk niet dat ik dood ga in de Nether. Maar dan kan ik het gelijk gaan enchanten raken ben. Want er staat nu nog geen mending op mijn pickaxe. En dat is niet echt goed. Want als ik nu heel veel ga hakken in de Nether, dan repairt hij niet. Dan is hij binnen no time stuk. Ik neem gewoon alles mee. Dat ik letterlijk in de Nether gewoon aan de slag kan.
Dat lijkt me oprecht best wel grappig. Oh, daar zijn we weer. De meest nare plek die er is. Maar kijk, dat goud heb ik ook nodig, natuurlijk. Oeh, behalve de lava. Die heb ik niet nodig. Want met dit goud, jongens, dan kan ik gelijk mijn netherite hier kweken. En er komt XP uit. Kijk, nou, let op, hè. Zet hem met anvil neer. Pickaxe erin. En mending erop. Oeh, wacht trouwens. Maar dan krijg ik alleen geen lef. Oh, dat wacht. Oh, daar wachten we nog even mee, wilde ik zeggen. En dan klik ik er alsnog op. Ik wilde zeggen, daar wacht ik er nog even mee. Want ik heb natuurlijk die XP nodig voor al die andere boeken. Maar nu zet ik er al gelijk mending op, waardoor ik letterlijk geen XP meer krijg. Man. Oftewel, we moeten even op een andere manier zorgen voor onze levels. Op deze manier. Door gewoon te killen. Laten we gewoon beesten killen. Krijg ik ook levels van. Hier, level 1 al. Hatsflats. Nee, we gaan gewoon even naar mijn netherite minen. 4 zou goed zijn. Dan kan ik al mijn tools upgraden. En dan ben ik eigenlijk gewoon klaar met netherite. Dit kan ook. Hakken. En dan snel mijn pickaxe wegleggen. En dan krijg ik de XP zonder dat ik mijn pickaxe in mijn handen heb. Het werkt serieus hoor. Ik ben al level 6. Dit is niet... Oh, mijn pickaxe. Moet je zien. Mijn shaders is af en toe zo raar dat mijn hele pickaxe gewoon wit wordt in de nether. Maar het werkt serieus. Kijk, ik ben al level 6, hé. Laten we dit even doen. En dan kan ik alsnog fortune op mijn pickaxe zetten. Hier, level 7. Krijg nou wat. Oh, maar het kost nu 9 natuurlijk. Omdat ik er nog een enchantment op heb. Hier, level 9. Hatsenflats. Jeeten we die erop. En dan hebben we gewoon weer de brandbreker 2.0 zoals die ooit was. Maar dan nu moet hij alleen nog netherite worden. Dus daar gaan we. Oh, instant? Wat? Oh, maar deze, het is echt gewoon alsof ik het zo gepland heb. Dit is legit alsof ik het zo gepland heb. Nou, de mine-sessie is klaar. Ik heb heel veel geluk gehad. Ik ben het hier allemaal aan het omsmelten. En ik heb echt bizar veel. 19 netherite scrap. Het enige ding is, jongens. Ik heb alle andere dingen die ik had gewoon weggegooid. Gewoon mijn quartz, mijn... hoe heet het? Netherrack. Dit blok hier. Ja, netherrack. Maar tijdens dat proces heb ik ook mijn goud in de lava gegooid. Ik dacht, nee, waarom? Zo stom, want ik heb dat natuurlijk hiervoor nodig. Oh, ik ben echt een ei. Voor de rest was het gewoon een goede mine-sessie. Ik moet nu de terugweg gaan vinden. Geen idee of me dat gaat lukken. Maar ik zie jullie wel weer gewoon thuis bij de base. Nou, daar zijn we weer. Oh, wat fijn. Oh, man. Ik heb zo lang lopen zoeken naar de uitgang. En weet ik wat. Op een gegeven moment ben ik gewoon naar boven gaan hakken. En het ging 100 miljoen keer bijna fout. Ik heb wel wat golden nuggets weer tegengekomen. Dus dat is wel chill. Waardoor ik... Oh. 1 netherite ingot kan maken. Maar dat maakt niet uit. Dan kunnen we mijn brambreker hier. Hoppakee, de brambreker 2.0 is gewoon weer op zijn rechtvaardige, rechtmatige plek. Hoe je het ook wil zeggen. Maar mijn goud is op. Nee, dat vind ik nou weer net jammer. Heb ik hier nog? Nee, het is helemaal op. Oh, dat wordt weer een mine induiken. Ik heb gewoon niet die armor stands moeten maken. Of die gouden armor. Dat heeft gewoon te veel goud gekost. Dan stop het voor nu. Maar eventjes hier samen met het goud. En dan bij deze mijn volgende idee voor XP. Is gewoon heel veel cobblestone lekker gesmelten. En op het moment dat ik het eruit pak, krijg ik allemaal experience. XP. Maar er moet wel zoveel mogelijk cobblestone zijn. Zo. En laten we ook gelijk allemaal klei doen. Zit ook allemaal XP in. Ja. We gaan heel even wat goud halen. Niet al te veel. Gewoon een klein beetje. En that's it. En dan kunnen we onze netherite shit upgraden. Oh. De eerste beetje goud. Zeg maar dat het veel is. Oh, 4. 4 is veel te weinig, jongens. Kom op, je ijzer is ook leuk, maar ik heb goud nodig. Normaal zoek je er helemaal niet voor. Normaal laat je het vrijwel liggen. Dan heb je het een keer nodig. En dan vind je het waarschijnlijk ook gewoon niet. Ja! Oh, een big chunk. Oh, een hele grote chunk. Dit is top. Hoeveel is het? 15. Kijk, dit gaat de goede kant op, jongens. Dit zijn de nummers die we willen zien. Ja, hoor. Nog meer goud. Van mij. Oeh, en het is meer. Ja, ja. Dit is goed, jongens. Dit is heel goed. Oeh, 29. Dit gaat echt... we gaan nog heel even door. En dan hebben we zometeen 100% genoeg. Nou, een 41 zou ik toch wel genoeg moeten hebben, jongens. I mean, come on. 41. Oh, nu nog de route naar huis vinden voor de 100 miljoenste keer deze dag. En dan zijn we echt klaar ermee. Dat dacht ik echt al een uur geleden te zijn met al dat gegrind voor levels en weet ik veel wat. Nou, laten we het allemaal even omsmelten. Geven we de prioriteit aan. Nee, niet de steen. Niet de steen. Ik wil prioriteit geven aan het goud. Juist, hoppakee. En dan nu weer al het steen en al het klei erin douwen. Nu mogen jullie weer omsmelten, jongens. Krijg ik al een beetje XP hieruit? Of nog helemaal niks? Oh, gewoon letterlijk niks. Oh, dan moet ik het uit de furnace halen natuurlijk, hè. Dus als ik nou even blijf spam klikken, zoals dit. 1, 2... Oeh, nou, nog maar 4 levels. Maar het is zoiets. Kijk, en dan kunnen we nu in de tussentijd... kunnen we al die andere netherite ingots maken. En knockback kost 9 levels. Nou, daar heb ik de levels dus nog niet voor. Maar ik heb gewoon zin om eigenlijk alles ook alvast te upgraden. Zoals mijn Rick Rufter. De Rick Rufter, hij is ook netherite. Eindelijk. Oh, eindelijk nog wat nieuwe tools erbij die ook gewoon netherite zijn. Hier, nog een keer 2 netherite tools. De Justinjager is ook netherite. Hoppakee. Alleen mijn zwaardje nog. En ik twijfel, zou ik moeten...
zitten wachten op dat de knockback op staat. Weet je wat? Nee, ik wil gewoon flexen. Alles voor de flex, jongens. Hoppakee, Robin Ripper is ook netherite. We hebben nu complete netherite tools. Dat is zo een stuk fijner, hè. Oh mijn god, ik heb laatst in mijn episode een netherite scrap aan Bram gegeven. Als ik dat niet had gedaan, had ik nu gewoon nog een netherite ingot. Man, mijn stem is deze hele episode al een beetje... Een beetje kraakachtig. En ik word er helemaal kriebel van. Oh, wat een fijn interieur is dit al, hè, jongens. Daar word je zo blij van. Laten we nog even één klein dingetje, of althans twee kleine dingetjes doen aan het kasteel. Wat ik eigenlijk vorige aflevering al wilde doen. Maar dat kunnen we nu ook natuurlijk gewoon doen. En dat is namelijk de tuintjes hier even fixen. Want dat zei ik al heel lang. Ik wil hier gewoon een soort van tuintjes hebben in plaats van een en al hout. Ik vind het niet mooi dat dit gewoon een houten platform is. Dat eigenlijk een balkon hoort te zijn. Dus we maken een lijntje. En er komt geen stairs of fences of iets in ieder geval erop, waardoor je het onderscheidt met de rest. Of waardoor je er niet meer kan lopen. Maar er komt hier dirt, althans gras komt aan. Maar ik heb zelf geen grasblok. Dus ik denk dat ik even langs het winkeleiland moet. Anna de winkeltje koopt volgens mij verkoopt gras. Ik weet het niet zeker. Gaan we zo meteen even langs op de spieken. Had ik gelijk, volgens mij zand, gras. Glas! Ik dacht dat het gras was. Nee! Oh! Ik dacht dat ze gras verkocht. Maar dat is glas. Ik ben echt een ei. Oh my days. Wat dom. Verkopen jullie soms gras? Oh nee, even kijken. Nee. Vines, leaves, junglehout. Man. Kijken of we een andere oplossing kunnen vinden. Floor heeft het. Oh, we gaan snel naar Floor toe. Die kan het aan me verkopen. Gewoon anderhalve stack heb ik van haar gekregen, hè jongens. Anderhalve stack. Dat slaat helemaal nergens op. En ik mocht het hebben. Ik hoorde dat origineel wilde ik het kopen, maar ik mocht het gewoon hebben. A.k.a. We kunnen basically alles hier vervangen, maar laten we gewoon even één lijntje doen. Want we moeten de andere kant ook nog doen. En dan bedoel ik niet deze kant die ik nu doe, maar ik bedoel echt daar verderop. Dus dit kan even groeien nu. En dan doen we gelijk daar, waar als je aankomt, bij vanaf Kingdom Couch, wil ik natuurlijk wel dat je een mooie ingang hebt. Overigens wil ik hier denk ik een leuke eetkamer maken. Gewoon een leuke eettafel, boekenkast op die muur. Mwah, dat gaat leuk worden. Nou, hetzelfde hier. Had ze flat. Zo, dat is ook weer gedaan. En laten we dan hier ook gelijk beginnen met leuke details toevoegen. Ik dacht eerst aan een leuk randje zoals dit gewoon. Want het moet een beetje kasteel zijn. Dus dan, met een kasteel zie ik altijd gelijk heggen vormen of zo, als je aan een tuin denkt. Van welk kasteel heeft er nou geen van die soort, ja, dit dus, van die heggen er zitten. En dan hier, een boompie. Misschien twee boompies of drie. 1, 2, 3. Geen idee. Maar wel zelfgemaakte boompjes. Kijk, dat zijn kleine leuke boompies, jongens. Ik wilde helemaal geen bijzondere of gekke dingen doen. Ik wilde gewoon twee simpele, hele dunne, hoe noem je dat? Pine tree-achtige dingen, maar dan met dark oak blokjes. Gewoon van die leuke, nette afgemaakte kasteelboompies. Nu even wat boommeel erop gooien. Misschien wat water erbij. En dan ziet het wel helemaal gezellig eruit. En dan dat ook aan de andere kant weer. Maar daar moet ik even wachten op het gras. Ik ben benieuwd hoe dat er inmiddels uitziet. Is dat gras al volgroeid? Nee. Maar ik heb nog grasblokken. Huh? Hoezo is het hier gewoon totaal niet gegroeid? Dat is raar. Maar we kwamen eigenlijk voor het boommeel. We kwamen helemaal niet voor dat stukje. Nou, boommeel is er genoeg. Ik heb echt insane veel potten hier. Had ze flats. Ik denk dat gewoon puur gras en geen water het mooiste is hier. Ja, dat ziet er toch leuk uit. Oh, hier ben ik fan van. Oeh, kijk, dat miste daar wel, zie ik nu. Ik heb hier veel meer bloemetjes dan dat ik hier heb. Hier is nog maar één bloemetje. Kijk, zo eentje. Bloemetje. Hallo. Juist. Nou, dit ziet er echt gezellig uit. Dit was een goede keuze. Dit was een hele goede keuze. Gegroet, Robin. Gegroet, koning. Gegroet. Content. De koning content, juist. Kom maar, kom binnen. Het ziet er een stuk gezelliger uit hier nu, hè? Het is groen en grijs en grauw. Hoezo? Groen, grijs en grauw. Nee, maar ik heb mijn interieur een beetje gedaan. Dat was grotendeels al. Dus, groen, grijs, rood en grauw. En ik hou van jou. Nou, de laatste boompjes aan de voorkant zijn ook al bijna af. Deze ga ik wel even groot maken. Zo. Nou, dit gaat er leuk uitzien, joh. Hier ben ik echt tevreden mee. Nou, jongens, dat was de aflevering weer voor vandaag. Veel progressie, veel gedaan. Ik ben echt blij met deze, ja, met deze episode, denk ik. Robin wilde heel graag mijn outro doen. Dat laten we dan ook maar doen in de nieuwe hal zo. Dankjewel voor het kijken. Veel plezier met kijken naar deze outro. Tot de volgende keer! Vond je dit nou een leuke video? Laat dat dan zeker even weten in de reacties. Laat ook zeker even een duimpje achter. Abonneer voor meer. En dan zie ik jullie later. Glaasje water, bier. Kom hier en doei!